De R. Dobru Raveles, de stichting R. Dobru Raveles, heeft een rustig jaar achter de rug. Door de turbulentie van de COVID-19-pandemie heen heeft de stichting toch geprobeerd zaken te verwezenlijken, zegt voorzitter Ruto Raveles. In de zin van dat er een nieuw bestuur is. Ik ben intussen gekozen tot, of eigenlijk aangewezen tot de nieuw bakken voorzitter van de R. Dobru Raveles Stichting. Maar we hebben toch wel, wat we vaker doen is hulde brengen aan de oudere generatie dichters. En dat hebben we gedaan dit jaar. We hebben Genti gehuldigd, we hebben Celestina Raalte gehuldigd en Sombra, Pas Sombra hebben we gehuldigd dit jaar. We hebben ook natuurlijk onze doelstellingen wat scherper gesteld. Sowieso gaan we door met onze sociale projecten, maar we hebben natuurlijk ook andere zaken in mind. Sowieso de Dobrunetis weer herstarten. Hopelijk is alles ons gunstiger gezind dit komend jaar. Naast de Dobrunetti, waar de stichting prominente dichters en mensen uit de poëziewereld huldigt, liggen er meer plannen klaar voor activiteiten in het voormalig huis van de dichter aan de Van Roosevelt-kade, zegt Raveles. Wat belangrijk is voor sowieso de familie Raveles zelf, is eigenlijk het product als Dobru Osso een beetje meer invulling geven. Vaker zaken hier organiseren en dat dan weer onder auspiciën van de Dobru Stichting. We hebben nu een plek waar we onze zaken kunnen, onze activiteiten kunnen ontplooien. Dus dat wordt dan een grote challenge voor ons om dat te doen. Behalve dat willen we Dobru ook een beetje als product gaan promoten. Vooral in deze tijd hebben we rolmodellen nodig, al zijn ze er niet meer. Maar hun doelstellingen staan nog recht overeind. En dat is eigenlijk een van de zaken die we door willen blijven doen. Dobru blijven promoten. Dit jaar wil de stichting ook meer gaan doen in verband met de herdenking van het overlijden van Dobru op 17 november 1983. Het is dan precies 40 jaar geleden dat Robin Raveles overleed.